van Paul McCartney uit 1991. En ligt de Nederlandse kijker die hem niet kent eens in? Nou, Paul McCartney zei, dit is Amerikaanse kunstenaar, een jaar of ergens in de 60. En is eigenlijk een kunstenaar die pas op latere leeftijd succes heeft gekend. En daarvoor heeft hij altijd hard gewerkt. En nu is hij ook een inspiratiebron voor heel veel jonge kunstenaars. En het stukje wat we hier hebben uitgekozen is uit 1991. En ja, dat heet Bossy Burger. En het eigenlijk gaat een beetje een soort, aan de ene kant een soort kritiek tegen de Amerikaanse consumptiemaatschappij. En aan de andere kant is het misschien ook wel gewoon een viespeuk die van elkaar die. En het gaat ook een beetje over, ja, zeg maar, de, ook een soort, gaat over de hygiënische. Obsessie met hygiëne. Hygiëne van de, nou, eigenlijk de hygiënische familiewaarde van de Amerikaanse tv. Waar zeg maar alles, ja, allemaal ideaal moet zijn. Dus er zal nooit eens een keer een soapserie zijn waar het echt gewoon goed fout gaat. Ja, ja, dat beeld van wat in Amerika nou altijd alles klopt en ideaal. We gaan het nu zien. Even nog wat kleine achtergronden voor de kijkers. De Paul McCartney zelf, we vallen er middenin, dus hij is al een tijdje bezig. Hij heeft een masker op van Alfred E. Newman. En dat is de man van Mad, van dat tijdschrift. Even vasthouden. En hij doet dit in het decor van Family Affair. En dat is een Amerikaanse commissie die hier nooit is geweest, maar die suffer dan suf is. Een soort zeggens A in Nederland. En daar is hij bezig. Komt-ie. Thank you.
Inspirator wil ik niet zeggen, maar wel iemand die me bezig hield, zeg maar.